vond dat het heel lekker ging. Ja, ik ben heel blij met deze première. Het is gewoon echt heel leuk om te spelen voor een zaal met vrienden en familie, maar ook collega's uit het vak. En dat merk je ook wel, dat iedereen lekker meedoet en erbij is. En het was gewoon echt een hele fijne première. Ik ben heel blij en heel trots. Nou, dit was echt een geweldige première, toch? Ja, wij hebben genoten in elk geval. Ik wel. Ja, ik heb ook genoten. Zeker, zeker. Volgens mij ging het goed. We hadden een soepele première, geloof ik. Alles is gebeurd. Alle lichten en geluid ging volgens mij allemaal goed. Teksten, geen gekke dingen. Dus volgens mij was het goed, ja. We spelen in vrij kleine zalen. Dus dit is normaal is het echt de helft hiervan waar we in spelen. Dus hier in Amstelveen, dat dan en uitverkocht is en zo'n grote zaal is. Dat is echt een cadeautje op zo'n première. Dat is echt heel leuk. Een toren. In Parijs. De lijnen moeten strakker. En de bogen mogen sierlijk. En de liefde. De liefde moet erin. Hoe de Eiffeltoren ons heeft geïnspireerd. Ik denk dat het ambitieus zijn, dat herkennen we allemaal, denk ik. Maar dat je niet vergeet wie er naast je moet staan, dat heeft het ons geleerd. Samen met de cast zijn we geweest. Het begin van het hele proces. Eigenlijk een paar maanden van tevoren zijn we in Parijs geweest. En dat was super mooi. Want je kent het natuurlijk, maar altijd maar van beneden. En je kijkt naar boven of je gaat er wel eens op. Maar als je weet dat je dit project gaat doen, dan is het toch anders om daar te staan. Wij waren daar dus met de persreis. En toen dacht ik, oh ja, ik snap wel waarom iedereen daar onder zijn huwelijk wordt gevraagd. En ik snap waarom iedereen Parijs ziet als de stad van de liefde. En ik denk dat we dat heel goed hebben vertaald in het stuk, in het spel en in het decor. Je ziet natuurlijk een stuk Eiffeltoren. Verder is er niet zoveel, dus we moeten het allemaal zelf doen. En ik denk dat dat wel goed gelukt is. Kijken naar de mensen en luisteren. Zo moeilijk is dat niet. Iedereen moet komen kijken, omdat het iets is dat we nog nooit hebben gezien. Het is een verhaal wat echt zo is gegaan, een waar gebeurd verhaal. Maar het gaat echt over mensen, het gaat over familie, het gaat over ambitie, over liefde, over welke keuzes maak je in je leven en welke keuzes maak je voor jezelf of voor anderen. Omdat het een verhaal over liefde is, over familie, waar iedereen zich volgens mij een beetje kan in herkennen. En het gewoon heel mooi wordt. De muziek is fantastisch. Er zitten echt sommige hits in die recht op de radio zouden kunnen. Zeker, ja. En ik denk ook dat het heel erg herkenbaar is voor de mensen. Juist om het waar het over gaat. Dus ook kijk om je heen en kijk niet alleen maar vooruit. Kijk wat er dichtbij je staat. Want dat telt zeker weten. Ja. Kijk wat je hebt. Jazeker, ja. Niet alleen maar wat je wil. Het is echt een avondje uit met lachen en een traan. Wat mij betreft het ideale uitje.